Ik werd gebeld die dinsdagavond kwam van mijn werk. En mijn oom zei mijn broertje van hem, je moet nu naar het ziekenhuis komen. En ik voelde al dat er iets niet pluis was. Ik voelde het, maar ik wist niet wat. Het was heel gek. Als je zo'n sterke band hebt, voel je een soort. Hoe kan ik dat beschrijven? Een soort flinke, niet een klap op je borst, maar. Als je naar een discotheek bent geweest en de bas staat heel luid. Zo'n gevoel ging er even door me heen. Dus ik dacht, wat is dit? Nou ja, naar het ziekenhuis gegaan. En vader lag op een bedje in de kamer. Heel veel familie eromheen. Ze waren wel verdrietig, maar ze hielden het in. Allemaal. Omdat ik wist het nog niet. Dus ik liep de kamer ook binnen. En ik dacht van, oké, is mijn vader onder narcose? Wordt hij straks geopereerd? Misschien, of iets dergelijks. En ze wachten, niemand zei iets. Ze wachten tot de artsen binnenkwamen en de artsen zeiden pas, ja, je vader is er niet meer. En ik dacht, zo, mijn vader is er niet meer. Van de een op de andere dag. Ja, de bel ging 21:50 s'avonds en de politie stond aan de deur. Ik zeg, hallo. Ik zeg, toch niet voor de hond, hè? Eigenlijk een hele domme vraag, want iets anders wil je niet horen. En zeiden ze, nee, mevrouw, daar komen we niet voor. Bent u mevrouw van der Horst? Ik zeg, ja. Bent u de moeder van Cedric Wijsman? Ja, maar wat is er dan aan de hand? Ja, we hebben slecht en verdrietig nieuws. Dan stort de wereld in, hè? Nou, ik weet nog die ochtend dat mam omhoog kwam. Dus die kwam naar wij, Jelle en ik slapen op zolder, mijn broertje en ik. Nou, het eerste wat ik weet is dat ze zei, Gijs, je moet uit bed komen. En op dat moment wist ik eigenlijk al van, er is iets fout, dit is niet goed. Want zo klonk het ook. Toen ging mijn Noors kamer, dus die zit direct naast de kamer van pap en mam. Toen zaten we met z'n drieën zo op bed. En toen kwam mam binnen en toen. Die zei van ja, papa is overleden. Dus ja, heel raar. Ik weet niet. Gewoon heel veel gedachten. Gewoon. Pieter die deed een bijbaantje. Die werkte voor een pizzeria, reed pizza's. Nou, normaal was hij altijd, ik zeg maar, wat om 8 uur thuis van het werken. Maar nu had de eigenaar van de pizzeria, die had een hele grote schaal tiramisu gemaakt. En die zei van, jongens, kom op, even met z'n allen dat opmaken. En daardoor kwam Pieter wat later thuis. En die trof zijn vader, die zich opgehangen had in het huis, in de Vide. En die heeft natuurlijk hem geprobeerd te tillen. Daarna is hij in een hoekje weggekropen, heeft gebeld en heeft gewacht tot wij er allemaal waren. Ja, die tijd, dat is zeker een half uur geweest, een kwartier, is natuurlijk verschrikkelijk voor zo'n kind om alleen. En dat besef je als moeder verschrikkelijk goed. Dan kom je in een rollercoaster, want de politie is er. Hij moest ook blijven hangen, want er moet eerst sectie gepleegd worden. Daarna werd hij op de bank neergelegd. Nou, ik heb jaren niet meer op dat stukje van de bank willen zitten. Je denkt, dit kan niet. Een boze droom. Toen die politie aan de deur stond, dacht ik, ik heb al 5 keer gevraagd aan mijn dochter, staat hier nou echt politie? Waar ze bij waren, hè? Ik dacht dat ik droomde. Maar ja, dan sta je de volgende ochtend op. De meest vreselijke ochtend uit mijn leven. Want dan besef je ineens. Ik zei, ja, is het echt waar? Want ik heb onwijs gedroomd dat Cedric dood is. Nee, man, dat is echt waar. Weer huilen meteen. Helemaal ingestort. Toen dacht ik, maar dit kan ik niet, dit kan ik niet. Mijn rots was weg. Mijn vader was komen te overlijden. Ik moest opnieuw een anker vinden. Het was ontzettend zwaar. Niet uit bed willen komen. Piekeren. Helemaal in de gedachtegoed van, het ligt aan mij. Pijn. Nou, een beetje de verantwoordelijkheid voelde ik wel voor het gezin. Dus wat ik heel erg deed was van, wat gaan Jelle en Noor doen? Wat gaat mama doen?
Is er iemand thuis? Hoe gaan we het regelen? Dat soort dingen. Dus ik maak me daar veel meer druk om. Dus dat is echt die puberfase. En die heb ik, denk ik, minder doorlopen door het verlies van papa. Ik kon alleen maar huilen. Ik wilde eigenlijk zelf gewoon niet meer leven. Ik wilde er gewoon achteraan. Ik dacht van, nou, als ik met zoveel pijn moet leven, joh, dat is onverdraaglijk. Weet je, ik ging me overal naartoe. Ik verstopte me achter alles waar ik me achter kon verstoppen. Ik mocht van mijn werk nog, ik weet niet hoe lang, met ziekteverlof thuis blijven. Maar ik had zoiets van, nee, ik wil naar mijn werk, ik wil structuur. Ik wil in een wereld weer terechtkomen waar dingen normaal zijn, zoals het voorheen was. Tegelijkertijd, ook al ben je dan aan het werk, soms overmand je. Soms word je eraan herinnerd op een manier, ja, dat je er toch even emotioneel van wordt. Ik heb in het begin vaak zijn nummer gebeld. Maar hij nam niet op. En dacht ik, oh nee, ja, dat kan niet meer. En ik wist het dat het niet... Maar toch deed ik het. Ergens een of ander stomme hoop dat hij toch op zou nemen. En mensen kwamen op bezoek, mensen waren er wel. Mensen stelden me vragen, hoe gaat het met je? En et cetera. Mensen zeiden heel vaak, als er iets is, laat het me weten. Er is wat. Ja, maar ik ga het je niet laten weten. Je moet ernaar vragen. En je durft er ook niet steeds over te beginnen. Ik ben nog maar net 9 maanden... Is het 9 maanden geleden gebeurd. Maar toch denk ik nu al... Oh, ik ben een blok aan ieders been. Zulke simpele dingen als... kom je even een taartje eten op mijn verjaardag? En denk ik, oh nee, want daar komen allemaal mensen... die dan gaan dan vragen aan mij of ze gaan me ontwijken. Verschrikkelijk. Maar ik wil ook niet dat samen gaan vragen. Want het is de verjaardag van die ander. En ik wil niet die belangstelling afpakken. Dus dan denk ik, Jezus, wat ben ik een ingewikkeld persoon voor iedereen geworden. Ja, dat vind ik moeilijk. Als ik aan jou vraag, hoe gaat het? Wil niemand horen slecht na een bepaalde tijd. Ze willen horen van, oké, fijn, ik red het wel. En zo zit de wereld in elkaar. Maar dat wil je op dat moment helemaal niet horen. Ik heb ook echt vrienden in die tijd verloren, vlak na het overlijden van mijn man. Ik heb altijd, als ik door de straat fiets, dan heb ik 1 opmerking die me altijd is bijgebleven. En wat ik echt, daar ben ik eigenlijk altijd nog wel woedend over. En toen zei hij van die overleden vader, hè? Ik zeg zo, ja, daar, die inderdaad. En toen zei hij, oh ja, succes ermee. En wat ik heel erg lastig daaraan vond aan dat moment, was dat... Hij op me inspeelde van, je moet niet zo zielig doen, je moet je niet aanstellen. Daar kan ik echt heel erg boos om worden. Omdat het is ook iets wat ik nooit wil uitstralen, omdat papa dat ook nooit heeft uitgestraald. Van, oh, je bent zielig. En, want dat ben ik niet. En een opmerking als, sterkte. Je moet er zijn voor die andere twee, er zit niks anders op. Ja, het is nou eenmaal zo. Dacht ik, ja. Er werd een beetje ontkend dat ik voor mijn gevoel verdriet mocht hebben. Ik hoop niet dat ik ooit hele rare dingen tegen mensen gezegd heb die zo'n verdriet... ik vond het prima als mensen zeiden, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. En dat snapte ik, wat valt er te zeggen. Ik denk dat heel veel mensen het lastig vinden om langere tijd het verdriet, de emotie van een ander te zien, te bespreken en daar tijd en ruimte voor te maken. Het leven moet gewoon weer door, het jachtige, het snelle en alles moet weer oké zijn. Dat is iets heel anders dan praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Die stelt al andere vragen of die stelt misschien geen vragen, die laat je juist praten. En ik denk dat dat het mooie is van Dearly, dat je gewoon op een hele toegankelijke manier kunt praten over jouw verdriet. Maar ook kunt horen dat je er niet alleen in staat. Dat alle dingen die jou overkomen ook anderen zijn overkomen of overkomen. En daar put je kracht uit. Ik heb hele lieve vriendinnen, maar ik wil ze ook niet steeds lastig blijven vallen met mijn verdriet. Want ik
wil ze ook niet verliezen of zo. Omdat ik dan bang ben dat ze denken, oh, ze kan alleen nog maar over haar zoon praten. En ik denk, als je iemand leert kennen die weet wat het is en hoe het voelt, ja, dan kan je vrijuit praten. Zo vaak als je wil. Ik denk dat dit veel luchtiger is, makkelijker is. Jij zit veilig, je wordt helemaal nog niet gezien. Je zit veilig in je stoel. Maar je hebt wel de gelegenheid, als het je tot hier zit, om je hart te luchten en te lezen dat je er helemaal niet alleen voor staat. Je hebt niet altijd zin om te praten met mensen. Soms wil je gewoon meer weten over het proces. Ik weet nog dat ik ook toen wat uitzocht over hoe rouwverwerking nou zit. Bijvoorbeeld informatie over hoe ik misschien met bijvoorbeeld met mijn broertje of met mijn zusje, hoe we ons voelden. En dat we daar met z'n drieën ook over hadden kunnen praten. En dan, maar we wisten alle drie niet echt hoe. Mensen die jou steunen, maar op de manier die jou ook echt steunt. Wat niet van bovenaf komt, maar wat door je hart gaat. En dat moet. En ik denk dat dat het mooie is van dierlief.